Het vinden van de beste pizza is een grote verantwoordelijkheid. Je kan als willekeurige Nederlander niet zomaar Italiaanse pizzachefs gaan beoordelen. Vandaag eet ik zoveel mogelijk pizza's en ga ik samen met mijn kinderen op zoek naar de beste van Amsterdam. We beginnen bij La Perla. Gaan we onze eerste pizza proeven, midden in de Jordaan. Echte stenen over, waar ze lekkere verse pizza's maken. We gaan ze nou even testen. Wat is uw favoriete pizza, de beste? Prosciutto. Oftewel een margarita, afgemaakt met rucola, rauwe ham en parmezaanse kaas. Hij doet er veel ham op, man. Hatta. Echt lekker. De tomatensaus is goed, man. Verse ingrediënten en heel veel kaas. Een stukje pizza. Dank u wel. Echt niet? Het is lekker hoor. Ja, top. Krokant, de ingrediënten zijn goed, het is vers. En allemaal spiegel. Die eerste tikken we wel redelijk plontjes weg zo met z'n allen. Nog wel. Ja, dat... Nog wel. 7.6. Heb ik beter gehad? Ja. Heb ik slechter gehad? Zeker. Nee, beter hè. 7.8 denk ik. Vlinders in mijn hoofd. Maar het is niet eentje dat ik denk van wow, ik word van huis geblazen. Dus ik zeg ook 7.5. Kan hem later nog bijstellen. Zo werkt het niet. Zo werkt het niet met ratings. Oké. Rating is inderdaad bloedserieus. Totaal doen we er wel 10 vandaag. Dus snel door naar Pizza Beppe aan de Amstel. Daar hebben ze ook weer echte Italiaanse pizzatjes. Ze hebben overal Italiaanse pizzatjes. Ja, tuurlijk, nee, maar ik bedoel, een van de weinigen in Nederland met een Napolitaans keurmerk. Het is wel heel lekker. Oh, het ruikt echt goed. Deze doet me echt, zoals die ruikt en zoals die eruit ziet, doet me wel aan Napels denken, jongens. Lekker dun, krokant bodempje. Die onderkant ziet er goed uit, hoor. Ja, heel goed. Hij is echt super lekker. Wat tof, dat die guy, een echte Italiaanse pizzabakker, dus heel welke pizza zou je adviseren? Ja, margarita. I'm simple. I like a margarita. Ja, dat is mooi. Ik weet niet waarom die meteen als een soort Super Mario gaat praten. Ja, margarita, because I love margarita. Wat mij ook opviel, al die anderen hadden hem op 3,50. Deze had hem gewoon op 4,50. Klopt, de oven is veel heter. Wow. Heart attack. Ja, ik vind hem zo lekker, ik flikker hem in de gracht. Dit is gewoon een echte pure pizza. Ik vind hem ook beter dan die van La Perla. Dus? Veel beter. 8 voor mij. Ja, ik wou zeggen 8. Ook een 8. Jelle. Ook een 8. Zijn, eens gezin. We zijn wel erg met elkaar. We zijn ook één gezin. Oh. One love. We gaan naar de gracht. Oh. Ja, we zijn weer de pizzabakkers hoor. Man. Dat kent gefietst. Ooit ontstaan twee stellen waren helemaal gek van Italië en die dachten, weet je wat wij doen? We gaan gewoon zelf leren pizza bakken en gaan gewoon een leuk restaurantje beginnen. Dit is dus een Romeinse pizza, zoals je ziet, iets dunner, krokanter, dunnere korst en nou, volgens hem meer beleg naar de randen toe. Hey Chris, nice to meet you. Hi, Erik. Dit is Chris, pizzabakker bij de pizzabakkers, trotse Romein. So, who made the Italy? Vol zelfvertrouwen. This is gonna be number one for you, my friend. En hij maakte voor ons een pizza met spek, champignon, mozzarella, ook fontina, karamelliseerde ui. G-E-R-K-L-M-A. I-Z-E-R-U-I. Nee, dus... Ik vind het echt super lekker, maar het doet mij eerder denken aan Oostenrijk dan aan Italië. Zo'n wintersportpizza ja. Is het, ja. En wat ik heel lekker vind, is die combinatie van die champignons, die ui en die met dat spek. En een klein slokje. Ik krijg een beetje een droge mijl. Zo hoort het in het restaurant. Qua bodem, ja, ik vind het niet zo leuk voor Chris, maar ik hou toch iets meer van die Napolitaanse stijl. Ik vind dit ook echt lekker, maar ik vind ook dat andere lekker. Het is net even je voorkeur gewoon. Ik denk dat Lisa dat maar even moet gaan vertellen dan aan Chris straks. Ja, ik ga niet meer. Ik ga niet meer, want die gozer die zag er wel uit alsof die connectie zat. We got nothing to hide, my friend, nothing but the best. Maar al met al vind ik het toch ook wel echt een goede 7,5 hoor. 7.8, gewoon voor die echt topcombi. 7.5, ja. Los van of iets goed is of whatever, maar gewoon wat ik lekkerst vond van wat we nu hebben gegeten. Ik ben echt bang dat Chris hier komt. Ja. Thanks for stopping by, guys. Yo, bye bye. Bye bye, ciao. Nog 7 pizza's te gaan. Nu is het nog lekker, maar toch was ik het hier even volledig kwijt. Hij is nog even zijn research aan het doen. Ja man, Seppies. Goed voorbereid deze man. Seppies. Nee, dit is een Italiaans restaurant. Het is een Italiaans restaurant. Nee, maar ik bedoel, het is niet puur pizzeria. Ik bedoel, ze hebben dus vooral ook hele andere gerechten. Chinees dit. Maar Chinees-Indisch dacht pizza. Ik. Chinees-Indisch dit. Ah, dat is jammer, had ik ook wel een trekje gehad. Chinees maar. Doen we dat toch? Nou, dan gaan we toch weg. Pizza. Dan gaan we toch weg. Nou, Chappies, Lies, wat zit er allemaal op? Pompoensaus, gorgonzola, mozzarella, hazelnoten, stracciatella. Nou, we put stracciatella. Oh. I think you like stracciatella, right? Yeah. Varkensnek, capocollo en basilicum. Buon appetito. Grazie mille. Andrea, topgozer. Topgozer, maar we zoeken geen schoonzoon voor Erik. Ze is nog single. Dit gooi je er niet in. Jawel, ik edit de video toch. Nee, dat vind ik niet leuk. Ja, oké. Okay. Oh, het is echt super lekker. Heel erg lekker, zeg. Door die kaas ook, hoor. Ja, dit is een zacht kaasje. Wil je dat zoutige van dat varkentje? Krokantje van de hazelnoot. Wat wil je nou nog meer? Flaneren! Booking season. Ik vond het wel echt super lekker. En je vindt Andrea gewoon leuk. Ja, onwijs. Ja, die voert jou allemaal stracciatella. Ja, dat vond ik wel leuk, ja. Stracciatella. Met stracciatella. Ik denk dat ik toch wel echt een 8,5. En Andrea?
Ik vind het een 8,8. 9. Ik ga hem gewoon hoog wegzetten, want deze gaat gewoon... 9, hatsa! Deze gaat super hoog eindigen en dan ja, ben ik gewoon degene die dat gerecognized heeft. Ja, nee, we zijn met Mancia. De Mancia is echt een Italiaan uit Napels. Dit is toch niet Antonio, serieus? Antonio Cavotto uit Italië. Wat een leuk detail. Hier werkt Paolo. En Paolo is de winnaar van het NK Pizza Bakken. Paolo Marino. Ik zit in de jury. Jury? Hey. How are you? Good, you? Good. I'm great, thank you. Paolo maakte voor ons 2 pizza's. Natuurlijk zijn winnende pizza. Een focaccia basis afgemaakt met stracciatella, andijviecreme, anchovis en poeder van zwarte olijven. Heerlijk. Gewoon echt heel lekker. Knijter dunne bonen. Ik denk wel dat hij de jury omgekocht heeft hoor. Jij was de jury. Oh ja, ik moet even mijn toet afdoen. En pizza ragù di moscardini. Oftewel een pizza met mini octopus. Gaan we dat toch voor u verzorgen? Wow, ik vind deze lekkerder dan die prijswinnaar. We wilden niet te veel eten, dus we nemen allemaal 1 stukje. En die octopusjekke die is gewoon maar in 4 stukken gesneden. Maar over dit you're enjoying, hè? Yeah. How was the pizza? Yeah. Very good. Grazie mille. Prego. Grazie a voi. Weer een 9. Ik vind Mancia gewoon echt een wereldzaak. Goeie 9. Dus ik geef dit een 9,1. Hoger dan jullie. Jelle heeft Chappies een 9 gegeven. Oh, ja. Hij wilde het callen. Ja. Ik wil degene zijn die een hoge cijfer geeft. Maar ja, nou loopt hij tegen een... Poco Vivo. Nou, we zijn hier omdat deze tent bekend staat voor zuurdesembodems. Ze schijnen daar echt gewoon een studie van gemaakt te hebben. Wil jij nou ook leren pizza bakken? www.chef-erik.nl. We hebben een pizza Biafra besteld. Die eigenaar zat net binnen echt heel trots te vertellen. Dus ze hebben een eigen kaasfabriek. Een van de weinige tenten waar nog een echte houtoven in staat. Vind ik wel mooi. De gasten die gewoon gelijk trots zijn op hun zaak. Die mozzarella is lekker. Die maken ze dus zelf, hè? Ik vind hem echt super lekker. Yo! Kom even pizzaatje met Willen ons eten, Willen jullie een stukje pizza, jongens? We hebben te veel, kom! Kom maar! Kunnen zij hem ook even proeven? Ja, hoe herkennen ze jou ook? Geen idee! Ja. Wat dat staat daar op het balkon? We hebben veel te veel pizza, jongens. Dus, Erik. Hoi, Mark. Interviewd hi, en we hebben letterlijk Lisa. Niet... Hi, Mark. We stonden daar naar buiten te kijken. Ja. Ja. En ik zei tegen hem, volgens mij wordt daar iemand geïnterviewd of zo. Het was echt nog geen week geleden dat we daar met z'n tweeën ja, kwamen. Ja, inderdaad. Alle video's, hoor, zeggen. Ja, maar, ja, ja, we hebben ja, alles gekeken. Ja. 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 Ik ken deze samenstelling. Dat zijn ze gewoon, joh. Super mooi. Maar jongens, cijfer. Ja, cijfer. Oeh, mag een cijfer. Ja, dit zijn onze buren, dus die krijgen wel echt een 9. Ja, je ja, moet wel. Ja, ja, ja. Ja, wat geven jullie hem dan? Dat is het belangrijkste. Het is niet een hele fancy pizza met allemaal ingewikkelde dingen, maar dat is ook juist wat pizza is. 8,5. Ja hoor. 8,6. Nee, ik vond hem echt super lekker en die kaas ook echt. 8,4. Bam! Lekker! There you have it. There you have it. Nog 4 pizza's te gaan. Vanaf nu wordt het bikkelen. Maar de grote vraag is, gaan Mark en Gijs mee? Ja, je mag mee, ga mee. Ga mee naar het programma. We zijn bij Nea en vragen weer naar de specialiteit. Would you recommend? What kind of pizza would you recommend? Ja, that's my English. Nee joh, ik kan heus wel normaal Engels praten hoor. Well, what pizza would you like? What pizza would you recommend? Grazie, grazie. Ziet er goed uit, man. Vincenzo, de baas van Nea, heeft ons net deze aangeraden. Pizza Partenope met geroosterde octopus, stracciatella, gele tomaatjes, peterselie en citroen. En deze tent eindigt vaak hoog in de internationale pizza top 50. Dus ik ben benieuwd. Lekker hoor. Ja, de deeg van Vincenzo is echt super luchtig. Deze bonums zijn wel echt next level lekker. Eventjes voor mijn moeder, die kijkt ook mee. Ik vond de inrichting, vind ik hier denk ik misschien wel het leukst. Bohemian Industrial. Nee, ik weet ook helemaal niet wat het betekent. Ik heb al heel veel lekkere pizza's op vandaag. Het is dat we nu moeten raten, maar echt... Nee, het is perfect. Als je in Amsterdam bent, ga je hier eten. Voor mij is dit gewoon een volle 9. Een dunne 9, joh. Wat ik wel een beetje mis, toch wel de duiding van Mark en Gijs. Dat zijn ze gewoon, joh. Superlekke pizza's maken hier, leuke inrichting. 9 min. Ik hoorde het net, ik kreeg het net door. De avond valt in Amsterdam. Wij gaan nog even door. Oh, oranje, Erik. Oh! We zijn bij Pizza Project. Pizza Project zijn gespecialiseerd in Napolitaanse pizza's. Twee gasten die maakten pizza's in hun tuin. En toen gingen ze mensen uitnodigen, kom met mijn pizzaatje eten. Ja, precies. En toen is het een beetje uit de hand gelopen. Zijn ze een restaurantje begonnen. En nu hebben ze 2 vestigingen. Dat loopt hoor met pizzaatje. Vrolijke doosie. Oh, een hele leuke doos. Toverdoosje. Superdoos. Een boxiehandel. Dit is een pizza Nduja. Dat is een extra spicy pizza met Nduja. Ja, lekker wel. Spicy. Wat? Heel spicy. Top pizzaatje. Echt. Heel lekker. Nee. Bijna weg, jongen. Nee, we eten hem gewoon op. We hebben hem gewoon weer helemaal op. In het begin zeiden we van, joh, we gaan vandaag 12 pizza's eten. Rustig aan, anders hou ik niet vol. Ik geloof dat we tot nu toe iedere pizza zo'n beetje helemaal op hebben, man. Kijk, die doos. Krijgen ze ook punten voor? Punten voor de doos, ja. Een enorm leuke doos. Strikje eromheen, niks meer aan doen. Dat is het beste doosje ever. Ik denk dat deze toch wel een goede 8,3 geeft. Nou, dan vind ik dit een 8,3. Want ik vind deze net iets minder qua bodem. De bodem. Nou, hij lijkt wel een beetje op een Chef Erik pizza. Ja, dus een 10! Nee, 8,3. Ja, en die doos. Ik weet al welke meme ik hieronder ga zetten. Ik ga het niet zeggen. Toverdoos. Pizzeria Bella Storia. Als je naar binnen gaat, dan zie je, het is echt zo'n Italiaans zaakje. Het staat vol met Italiaanse spulletjes. Een beetje een rommeltje, maar het ziet er wel echt super Italiaans uit. En ik moet zeggen, die pizza.
Tadaa! Oh, die worst ziet er wel goed uit. Pizza salsiccia e funghi. Salsiccia is natuurlijk gewoon een worst en funghi is champignons, paddenstoelen. Dus pizza met worst en paddenstoelen. Klinkt toch een stuk minder lekker. Deze is supergoed. Maar jij woont hier vlakbij en je was hier nog nooit geweest. Je bent toch een raar mens. Ik vraag me op zo'n moment wel af, hoe is het met Gijs en Mark? Zitten ze inmiddels aan een pilsje? Ja, het is echt lastig kiezen, man. Ik vind deze denk ik beter dan de Pizza Project. Ik proef meer authentiek. 8.6. Moet je dit kijken. Super nice. Kijk hoe fluffy. Die vind ik lekker. Ja. Vind ik hoe lekker zo'n luchtig kostje. 8,5 denk ik. 8.2. Nee, 8.4. 8.4. Nog één te gaan. De buikjes raakten wel aardig vol, maar we konden nu niet meer opgeven. We zijn bij Europizza, dat zit in Amsterdam-Noord. En met de lockdown hebben ze hier ook iets geopend. Want dit is gewoon een soort pop-up tent. Hè. Super hip nu. Want, ja, het is een beetje juppig. Hipster. Pizza van zuurdesem met crème fraîche, venkelworst, ui en sla. Wat ik leuk vind is dat het anders is dan de rest. Ja, umami. Umami. Vind je jezelf nou echt heel grappig? Nee, maar ik weet in een compilatie is dat wel leuk. Maar deze is echt top. Ja, is echt super lekker. Heel lekker. Onderscheidt zichzelf door de ingrediënten die ze gebruiken. Kijk, ja, gel drupt eraf. Oh, best joh, is het toch de laatste. Ik hoef nergens meer heen vanavond. Wat is de stad onveilig gemaakt? Daar is een markt. Kijk, het is misschien een beetje een hype, maar het is ook wel gewoon echt goede pizza. Zeker een 8.7. Ik geef deze ook gewoon een 9. Alles is al gezegd. 8,5. Bam. Like even als je Gijs en Mark ook in de volgende video wil. Ja.